Vandaag worden de 60-jarigen uit onze gemeente uitgebreid gevierd. Voor de 29ste keer organiseert het gemeentebestuur deze festiviteit samen met het feestcomité. Het feest start met een dankviering in de kerk van Millegem. Dan volgt de receptie. De 225 genodigden verzamelen in huizen Voets. Vrienden van vroeger zien elkaar weer terug. Dat is een bijzondere gebeurtenis. Zoveel mensen bij elkaar krijgen is niet altijd een gemakkelijke klus. Ja, we hebben ongeveer 30, 40 man meer dan vorig jaar. Vorig jaar waren we met 192 en nu zijn we met 225. We zijn al met jaren geweest dat we 300 man hadden. En 320 man. Dus het gaat een beetje op en af. En wanneer start je eigenlijk met de organisatie zelf? Wel, in de maand maart stuurt de gemeente naar alle gegadigden brieven uit om te horen of dat er belangstelling is. Degenen die niet geïnteresseerd zijn, die moeten antwoorden. En dan verdwijnen die uit het bestand. Degenen die wel geïnteresseerd zijn, die krijgen zo in de maand juni per gehucht, door de gehuchtverantwoordelijke, een brief. Met het menu en met de organisatie. En dan moeten die tegen de maand september inschrijven. Voor de goede orde gaan we eerst beginnen met de foto's. Dus ik zou voorstellen dat we beginnen met de dames. Dat zijn er in totaal in de 80. Dus dames, als je wilt, zo rap mogelijk en zo ordentelijk mogelijk naar kinderen.